Stadsplein in onze nieuwe fietsenstalling in aanbouw. Het is zo mooi om te zien dat je hier echt die wandendakmethode kan zien. Je ziet wanden die we gedrukt hebben. Je ziet heel mooi het dak van de fietsenstalling. En de funderingspalen, die dus ook het dak van de stalling dragen. We zijn de hele dag door met 4 graafwagens het zand aan het weghalen. Tijdens deze graafwerkzaamheden komt ook de afdeling archeologie kijken. Dit deel van de Amstel is gedempt in 1883. En deze laag waar we in zitten bestaat vrijwel volledig uit dempingsgrond. In deze dempingsgrond zullen we niet heel veel spannende vondsten doen. Maar de opbouw van die grondlagen is voor de archeologen interessant, want aan de hand daarvan kunnen zij bepalen welke methoden er zijn gebruikt om die Amstel te dempen.